deze video laat ik u zien hoe dat u uw filtercyclus kunt instellen. Het advies daarin is 2 keer 2 uur per dag. Bij dit display doen we dat via de menuknop, totdat we filter tegenkomen. Dan zien we hier filter met een 1 in de hoek die aan het knipperen is. Dat wil zeggen dat dit de eerste filtercyclus is. Deze kunnen we aanpassen door middel van op de temperatuurknop te drukken. Dan zien we begin. Hierbij gaat u instellen wat de begintijd is van de filtercyclus. Deze staat nu bijvoorbeeld op 6 uur. Die veranderen we even naar 7 uur en bevestigen met de menuknop. Vervolgens kunt u ook de half uren gaan aanpassen en dat doet u door middel van deze knop. En deze wordt veranderd per kwartier. Vervolgens, als de eerste filtercyclus is ingesteld, komen we bij filtercyclus 2. Dat zien we aan de 2 die rechtsboven in de hoek knippert. Deze kunnen we weer hetzelfde aanpassen. Eerst kunnen we ervoor kiezen om deze aan of uit te zetten. Het advies is om deze aan te zetten. Dat bevestigen we met de menuknop. Begin geeft u vervolgens weer aan en dat is weer de begintijd van de filtercyclus. Deze zetten we nu om in plaats van 8 uur 's ochtends op 9 uur 's ochtends en bevestigen we met de menuknop. Vervolgens kun je het per kwartier aanpassen. We zetten hem om 9:30 's ochtends en hij staat voor 5 uur. Dat willen we naar beneden draaien. Dat kunnen we aanpassen naar eigen zin. We kunnen kiezen van 1 tot 5 uur. We gaan bij deze voor 2 uurtjes, dat is meer dan voldoende. Bevestigen met de menuknop. Vervolgens de menuknop nog een keer indrukken en de tweede filtercyclus is ingesteld.